Nou, dankjewel. Allereerst dank voor de uitnodiging. En mijn harte, van harte gefeliciteerd met de onderscheiding. Wel verdiend. Toen ik de uitnodiging kreeg, schreef ik zoiets terug als van ik heb meteen last van het impostersyndroom. Toen hoorde ik ook nog dat het spannend en leuk moest gaan worden vanmiddag. Toen werd het alleen nog maar erger. Maar ik begreep dat je was gekomen om studenten te beoordelen. Dus zo ga ik me dan maar opstellen. Oké, de slide staat er ondertussen. Hier leg mijn klikker, dus dan ga ik beginnen. Baart het functioneren van de Nederlandse gezondheidszorg zorgen? Met deze zin in de vraagvorm opende je op 22 juni 2001 je reden bij het aanvaarden van het ambt hoogleraar gezondheidszorgbeleid aan de toen nog katholieke universiteit Brabant. In de tweede zin volgde meteen het antwoord. Vergeleken met andere landen lijkt het mee te vallen. U zou nu misschien kunnen denken, oh, dat was een hele korte reden, die was na twee zinnen klaar, maar niets is minder waar. Wat volgde was een sterk pleidooi over vraagsturing en evidence-based werken binnen zorg en preventie. En vraagsturing en evidence-based werken vormen ook een mooi bruggetje waar ik het vandaag over wil hebben. Ik ben werkzaam bij de vakgroep Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Maastricht en bij velen is dat ook bekend als de bakermat van intervention mapping. Dat is een systematische aanpak voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gezondheidsbevorderende interventies. En deze aanpak staat vooral bekend om de planmatigheid van de verschillende stappen die je daarin protocolair neemt. En ik kan niet ontkennen dat in sommige publicaties waarbij ik zelf betrokken was, ook het woord protocol is gebruikt. Echter, in de titel van het boek staat het woord approach, aanpak. En volgens mij is dat een veel betere beschrijving die recht doet aan de rijkheid ervan. En in dit eerste hoofdstuk van het boek wordt ingegaan eigenlijk op drie perspectieven die ten grondslag liggen aan deze aanpak. Dat is participatie en planning in de gezondheidszorg, ecologische modellen en systeemdenken en het gebruik van theorie en evidentie. En dat zijn eigenlijk drie perspectieven die ik als een soort van kapstok wil gebruiken om te praten over de uitdagingen en ontwikkelingen binnen ons prachtige veld waarin onderzoek, beleid en praktijk samenkomen. En dan begin ik met het eerste perspectief en dat is participatie van de doelgroep. Of beter gezegd, participatie van de doelgroep en andere relevante stakeholders. En dat laatste zal ik niet iedere keer herhalen, deels voor het gemak, maar deels ook omdat ik me in het bijzonder wil richten op de doelgroep zelf. Want dat zijn uiteindelijk de mensen waarvoor we het doen. En hoewel termen als co-creatie en human-centered design recentelijk een populariteit winnen, is het volgens mij het idee van participatie zeker niet nieuw binnen ons veld. En de rationale voor deze participatie is gestoeld op betrokkenheid, empowerment en uiteindelijk betere uitkomsten voor de doelgroep. Nou, ik besef dat ik waarschijnlijk voor eigen parochie preek, want niet iets minder lang geleden hield professor Van der Meen hier in Tilburg haar inaugurale reden met als titel De kunst van co-creëren. Volgens mij is het dan ook niet een vraag of we de doelgroep moeten betrekken, maar hoe. In een inmiddels klassiek werk uit 1969 heeft Sherry Arnstein de participatieladder geïntroduceerd. En die ladder bestaat uit 8 sporten, die eigenlijk verschillende niveaus van participatie weergeven. En het begint helemaal onderaan met manipulatie en het eindigt helemaal bovenaan bij citizen control. Dat is de hoogste sport. Dus eigenlijk hoe hoger je op de ladder komt, des te meer macht geef je eigenlijk aan je doelgroep als interventieontwikkelaar, onderzoeker of beleidsmaker. En het fundamentele punt daarbij is dat participatie zonder herverdeling van die macht is eigenlijk een leeg proces. Dus je moet dat niet, het is geen gewoon toverwoord, je moet echt die macht uit handen geven. De kunst zit er dan volgens mij in hoe je dat doet en op welke gebieden die macht herverdeeld wordt. En vaak zie je dat er eigenlijk een soort van twee smaken lijken te zijn. Of je gaat volledig top-down werken, of je geeft de macht volledig uit handen. En volgens mij is het de uitdaging om een balans te vinden tussen die twee en te weten waar welke kennis nodig is. Maar volgens mij nog een veel grotere uitdaging, waar ik het nu dus eigenlijk over wil hebben, is om participatie echt in te bakken in onze werkprocessen. Om dit duidelijk te maken leen ik graag een voorbeeld van Tim Schongers, die eerder dit jaar de participatielezing gaf. Hij schetst een heel karikaturaal beeld van een goedbedoelde ZZP'er die met een passinaak loopt te zwaaien voor een schoolklas in een achterstandswijk om de aanwezige kinderen te overtuigen dat ze gezond moeten eten. En terwijl een deel van die kinderen daar zit zonder dat ze überhaupt ontbijt hebben gehad die ochtend.
En de volkswijsheid zegt dat gezondheid ons hoogste goed is. De ervaring leert echter dat als je participatie serieus neemt, dan leidt het eerder tot het identificeren van bijvoorbeeld armoede of eenzaamheid als daadwerkelijk ervaren problemen. En dat zijn volgens mij de problemen die eerst aangepakt moeten worden, alvorens we de pastinaak uit de kast halen. En deze daadwerkelijk ervaren problemen liggen dus aan de wortels van allerlei andere gezondheidsproblemen. Maar ze zijn tegelijkertijd ook mogelijke uitkomsten van een interventie. En onze werkprocessen vereisen veelal dat we uitkomsten vooraf gespecificeerd worden. Als ik bijvoorbeeld een subsidieaanvraag schrijf, moet ik al van tevoren duidelijk maken welke kant het op gaat en wat ik het belangrijkste vind. Maar ook als ik binnen een gemeente een wethouder wil overtuigen om een bepaald project op te starten, dan wil hij of zij het liefst zo meteen al horen wat de uitkomsten zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen die de regels bevestigen. Collega's voerden bijvoorbeeld een project uit in de gemeente Vaals in Zuid-Limburg, waarbij gezinnen in een lagere sociaal-economische positie actief als partners werden betrokken in het project. En na het organiseren van rommelmarkten, buurtoverleggen, buurtfeesten, resulteerde dit uiteindelijk gedurende het project tot het opzetten en uitbaten van een ruimtewinkel om gemeenschapsparticipatie te bevorderen. Dus zowel hoe dat ging gebeuren als de uitkomst was aan het begin nog niet duidelijk. En in meer algemene zin denk ik dat dit voorbeeld aangeeft dat bij alle betrokkenen meer lef nodig is om projecten, in de breedste zin van het woord, te durven beoordelen op basis van de manier waarop participatie wordt vormgegeven. En dus niet op basis van gewenste uitkomsten, want die weet je niet van tevoren, dat wordt pas gaandeweg duidelijk. En de verscheidenheid van mogelijke oorzaken en uitkomsten die aan het licht kunnen komen door participatie serieus te nemen, vergroten volgens mij het benodigde lef nog veel meer. En die verscheidenheid van oorzaken en uitkomsten is ook een mooie overgang naar het tweede perspectief waar ik het over wil hebben. Namelijk systeemdenken. Ook dat is een term die recentelijk aan populariteit wint. Maar het idee is ook weer niet nieuw binnen ons veld. In het kort gezegd zijn zowel factoren op het niveau van het individu als ook verschillende omgevingsniveaus van invloed op gezondheid. En die omgevingsniveaus kunnen factoren zijn op bijvoorbeeld familie, school, werk, buurt, maar ook op nationaal niveau, wet en regelgeving. En die factoren kunnen betrekking hebben op de fysieke context, letterlijk hoe de gebouwde omgeving uitziet, maar ook de sociaal-economische context. Er zijn dus verschillende factoren op verschillende niveaus van invloed. En die factoren interacteren ook nog maar eens met elkaar. Nou, systeemdenken ziet interventies gericht op bepaalde factoren dan ook als een soort van gebeurtenissen binnen het systeem. En de invloed van die interventies die kunnen zowel versterkt als afgezwakt worden door allerlei andere factoren binnen dat systeem. En nou, dat is allemaal heel theoretisch. Laat ik een praktisch voorbeeld geven. Neem nou dakloosheid. Een probleem waarvan vele factoren op verschillende niveaus van invloed zijn. Nou, dat laat deze slide zien. Ik zal niet op de details van dit ene voorbeeld ingaan. Maar wat het duidelijk maakt is dat de factoren die gerelateerd zijn aan dakloosheid variëren van verslaving tot familierelaties, tot woonkosten en het gevangenissysteem. En al die factoren die hangen dus ook nog eens met elkaar samen. En hoe we de reclassering vormgeven heeft bijvoorbeeld een effect op de kans op de arbeidsmarkt en uiteindelijk ook dakloosheid. Ik vertel u hiermee waarschijnlijk niets nieuws, maar ondanks de toenemende populariteit van de term en consensus over het belang van systeemdenken, valt mij op dat het daar ook vaak stopt. Bij een soort van erkenning van, ah, dit is allemaal heel complex, het zijn hele complexe problemen. Maar dat is heel gunstig, goed in de zin van, het helpt ons om een begrip te krijgen van de samenhang tussen al die factoren. En dat je dus ook op verschillende niveaus moet interveneren. Maar dat is ook meteen de volgende stap. Om dan ook echt iets aan het probleem te gaan doen. Niet alleen erkennen dat het complex is. Maar wat moeten we nou precies doen en hoe weten we nou of we het goede doen? Nou, evidence-based werken is dan vaak het mantra binnen ons veld, de mantra. En in de praktijk komt het neer op het enkel uitrollen van die interventies waarvan ze weten die we getoetst hebben op werkzaamheid. En bij voorkeur die ook nog echt werkzaam waren. Dan zijn er van die verschillende niveaus voor de mate van bewijskracht voor werkzaamheid. En dat wordt vaak als een piramide weergegeven, met aan de top van de piramide dan systematische reviews en meta-analyses. Deze slide is eigenlijk uit een artikel dat hier vrij kritisch over is. En die zegt eigenlijk van, ja, die piramide is wel leuk, maar je moet die systematische reviews en meta-analyses moet je als het ware zien als een soort lens om naar andere evidentie te kijken. Vanuit systeemdenken is dat wat mij betreft eigenlijk nog een fundamenteler punt.
De beschikbare evidentie is in de meeste gevallen beperkt tot het meten van slechts enkele factoren op enkele niveaus binnen het systeem. En er is nog weinig inzicht in de mogelijke interactie tussen al die factoren. Nou, als we systeemdenken serieus nemen, moeten we dus bescheiden zijn over de zekerheid waarmee we uitspraken doen over de impact van interventies op alle factoren binnen het systeem en hoe die vervolgens elkaar beïnvloeden. Oftewel, we varen in de mist, zoals onze premier zou zeggen. Tegelijkertijd zijn de problemen vaak urgent en willen we wel iets doen. Zoals bij de coronapandemie bijvoorbeeld, maar ook bij de aanpak van verschillende aan leeftijd gerelateerde aandoeningen. Maar wat moeten we dan precies doen en hoe weten we nou of we het goede doen? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er geen zekerheden zijn. We moeten werken met aannames om zo verschillende scenario's uit te werken. Het voordeel hiervan is een grote diversiteit aan beschikbare evidentie en expertise in de aannames voor deze scenario's kan worden meegenomen. Dat geeft houvast tijdens het varen in die mist. En in tegenstelling tot een trial gericht op slechts één of hoogstens een beperkt aantal interventies, kunnen heel veel scenario's worden uitgewerkt en kan eigenlijk het beste scenario gekozen worden. En bij die keuze kan de impact op een groot aantal factoren binnen dat systeem worden meegenomen in het besluit. En we hebben inmiddels open source software ontwikkeld om dergelijke scenario's door te rekenen. De nauwkeurigheid van die berekeningen is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van die beschikbare evidentie en de expertise die achter zo'n berekeningen zit. Maar in een proces van continu monitoren en opnieuw doorrekenen op basis van beschikbare data, kan deze nauwkeurigheid toenemen in de loop van de tijd. En volgens mij leren we zoiets over zowel de impact van interventies als ook de achterliggende aannames. En de afgelopen 2 jaar hebben volgens mij des te meer duidelijk gemaakt dat interventies, of zoals de regering ze noemt, maatregelen, invloed hebben op zowel de verspreiding van een virus als op een heleboel andere factoren. En de hoeveelheid van die factoren en de snelheid van handelen die nodig is, bijvoorbeeld tijdens een pandemie, maken dat het toetsen van losstaande interventies gericht op slechts één of enkele factoren niet voldoende is. Gelukkig bieden slimme vormen van data verzamelen en gebruik maken van bestaande data mogelijkheden om zowel de impact van als de aannames achter zo'n gekozen scenario te toetsen. Een eerste voorbeeld hiervoor is het testen van rioolwater op de aanwezigheid van virusdeeltjes die via de ontlasting van mensen in het water terechtkomt. Het RIVM ontvangt van alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties, mooi scrabblewoord, verspreid door heel Nederland, 4 keer per week een monster van het rioolwater. En dit geeft eerder een beeld van de mate van verspreiding van een virus of de aanwezigheid van nieuwe varianten dan bijvoorbeeld data uit de teststraten van de GGD. Omdat het simpelweg een tijdje duurt voordat iemand klachten krijgt en zich laat testen. Het geeft ook een nauwkeuriger beeld, omdat de ontlasting van mensen die geen klachten ervaren of zich niet laten testen, ook wordt meegenomen in de steekproef. En deze data worden dus niet beïnvloed door fluctuaties in de mate van testbereidheid over de loop van de tijd. Daarmee is er een beter beeld van de impact van een pakket van maatregelen op virusverspreiding. En het tweede voorbeeld gaat over maatregelen die specifiek gericht zijn op het beperken van mobiliteit van mensen. Google deelt geanonimiseerde data die onopgemerkt is verzameld door mensen die Google Maps op hun mobiele telefoon hebben geïnstalleerd. En deze data hier die laten zien dat de mobiliteit gehalveerd was tijdens de eerste lockdown. Dus een heel succesvolle interventie qua gedragsverandering in termen van mobiliteit. Er zijn niet veel interventiestudies waarbij ik vind dat de helft van de mensen precies zo zich gedraagt zoals ik zou willen. Helaas was er eigenlijk nog geen verband zichtbaar tussen mobiliteit en de concentraties fijnstof en stifstok die we zien. Dus ook na de coronapandemie hebben we volgens mij nog genoeg te doen. Nou, beide voorbeelden laten zien dat er verschillende soorten van data zijn die continu verzameld worden. En deze data zijn ook nuttig volgens mij als er geen pandemie gaande is. Ze bieden kansen om zowel de impact van interventies als ook de achterliggende aannames steeds nauwkeuriger te schatten. En met behulp van scenario's die rekening houden met een grote hoeveelheid aan factoren op verschillende niveaus. En als we als veld van elkaar willen leren, is het wat mij betreft dan wel cruciaal als we de modellen achter die scenario's ook publiek beschikbaar maken. En ik durf de stelling aan dat dit in zijn goede zal komen aan het draagvlak voor de wetenschap, als de maatschappelijke discussie daarover. Nou, dat was het tweede perspectief. Bij het bespreken van het eerste perspectief kwam ik tot de uitdaging om participatie echt in te pakken in de vormgeving van onze werkprocessen.
Bij het bespreken van het tweede perspectief kwam ik tot de uitdaging om systeemdenken een plaats te geven binnen de mantra van evidence-based werken. Dat beide zijn dus eigenlijk uitdagingen die we als veld ook nog moeten doen. Als iets extra's dat we moeten doen. Dus qua kennis en kunde dienen we te groeien in de breedte. En dat sluit denk ik mooi aan bij de conclusie van Hans Saan en Willy de Haas in terugblik op 50 jaar GVO en gezondheidsbevordering. Zij concludeerden toen dat ons vakgebied qua identiteit meer in de breedte dan in de diepte is gegroeid. En bij het bespreken van het derde perspectief, over het gebruik van theorie en evidentie, wil ik dan ook ingaan op een uitdaging waarvan ik denk dat we nog in de diepte moeten gaan groeien. Om dat perspectief in te leiden begin ik met deze cartoon, die aan het begin van de coronapandemie haast net zo snel verspreid werd als het virus zelf. Nou, de eerste versie van deze cartoon zag het licht op 11 maart 2020 in de Hamilton Spectator. Dat was dus nog voordat wij hier in lockdown waren. Toen waren wij in Nederland in de situatie dat alleen maar Brabant een risicogebied was. En deze bestond aanvankelijk uit twee golven. En het probeerde duidelijk te maken dat we ons niet alleen moesten blind staren op de korte termijn gevolgen van COVID-19, maar misschien ook over de recessie die daarop zou kunnen volgen. En Ricardo Hirtubia, een docent uit Santiago, Chile, heeft vervolgens op 4 april 2020 een schets gemaakt waarin die derde golf is toegevoegd, refererend aan de klimaatcrisis. Nou, de boodschap mogen duidelijk zijn, de impact van die crisis is waarschijnlijk nog veel groter op lange termijn. Nou, die drie golven in deze cartoon wil ik gebruiken om een parallel te trekken naar ons vakgebied. En te beginnen bij de eerste golf van de publicatiecrisis. In 2015 publiceerde de Open Science Collaboration de resultaten van het repliceren van een 100-tal studies uit het veld van psychologie. In het kort gezegd kwam het erop neer dat de resultaten van deze replicatiestudies een ander beeld lieten zien dan de oorspronkelijke studies. En die resultaten die trokken enorm veel aandacht. En hebben er ook bijvoorbeeld mede toe bijgedragen dat NBO het pilotprogramma replicatiestudies heeft geïnitieerd. Volgens mij is dat een heel goed bedoeld initiatief, maar tegelijkertijd natuurlijk slechts een doekje tegen het bloeden. De term replicatiecrisis is nog relatief jong, maar de bewustwording van de noodzaak van replicaties is niet nieuw. En helaas ook niet beperkt tot de psychologie. Er zijn veel factoren die ten grondslag liggen aan de replicatiecrisis. In zijn inaugurale reden benoemde professor Gerritsen dat replicatie alleen mogelijk is, en nu citeer ik, indien voldoende informatie aanwezig is, over de te evalueren activiteit aan zich, over wat er wordt gedaan en wie op welke wijze wordt bereikt, over de vraag of alles volgens plan verlopen is, of dat er gaandeweg de activiteiten en zaken zijn aangepast, etc. En dit was allemaal als onderdeel van een pleidooi voor procesevaluaties. Nou, naast het verzamelen van dit soort informaties is een andere factor het beschikbaar maken van informatie. Al in 1979 had Rosenthal het over het file drawer problem. Het feit dat heel veel resultaten op de plank blijven liggen. En de tolerantie, of beter gezegd het gebrek aan tolerantie, van nul bevindingen. En zelf heb ik me ook druk gemaakt over de replicatiecrisis. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor een andere belangrijke factor. De nauwkeurigheid waarmee we effecten schatten. Reeds bij het bepalen van de grootte van het steekproef voor een studie zouden we uit moeten gaan van deze nauwkeurigheid en niet het op significantie toetsen van nul hypotheses. Dat klinkt waarschijnlijk alsof er genoeg werk aan de winkel is. En dat is ook zo. Maar ik denk dat we de recyclatiecrisis niet op kunnen lossen als we niet ook werk maken van de measurement crisis. Dat is eigenlijk de tweede golf die de replicatiecrisis overschaduwt. Ik zal dat proberen duidelijk te maken aan de hand van enkele voorbeelden. Precies 2 weken geleden promoveerde Marlot Kreisbrink aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over valangst bij ouderen. Zij heeft 2 hele uitgebreide overzichtsstudies gedaan rondom dit onderwerp en toen bleek dat er verschillende meetinstrumenten worden gebruikt om valangst en gerelateerde constructen te meten. Nou, andere collega's uit Maastricht deden onderzoek naar zelfidentiteit en vonden dat er in 153 publicaties over dit onderwerp in totaal 352 items worden gebruikt om dit construct te meten. En ook voor het meten van ernst van depressie zijn er verschillende meetinstrumenten. Nou, dit is een inhoudsanalyse van de 125 items die worden gebruikt in 7 heel veel gebruikte instrumenten om depressie te meten. En er blijkt dat er 52 verschillende symptomen van depressie gemeten worden in die 7 meest gebruikte instrumenten. Maar van die 52 symptomen worden er 21 in slechts 1 van die 7 instrumenten gebruikt. En er zijn slechts 6 symptomen die in alle 7 instrumenten worden gebruikt.
Volgens mij laten deze drie voorbeelden over valangst, zelfidentiteit en ernst van depressie zien dat er vaak verschillende constructen worden gemeten en ook waarschijnlijk dezelfde constructen worden op verschillende manieren gemeten. En deze grote variabiliteit in de manier waarop constructen gemeten worden is een bedreiging voor repliceerbaarheid. Volgens mij, als we daar niet eerst over nadenken, dan zal de replicatiecrisis per definitie voortduren. Het antwoord op de vraag waar deze variabiliteit vandaan komt, leidt tot de derde golf die de eerste twee crisissen overschaduwt. En dat is de theory crisis. Het nauwkeurig definiëren van constructen is een cruciaal onderdeel van de theorie. Hoe complexer het onderwerp, zoals het systeem waarbinnen menselijk gedrag plaatsvindt, des te nauwkeuriger dienen we te specificeren wat we bedoelen. In de praktijk zijn die definities echter zeer kort. De 78 constructdefinities binnen het Theory Domains Framework bijvoorbeeld zijn gemiddeld 21 woorden lang. En in een recent overzicht van 1164 constructen uit 76 verschillende theorieën was de gemiddelde lengte van constructdefinities 16 woorden. Met andere woorden, met zulke korte definities wordt heel veel aan de verbeelding overgelaten wanneer je deze constructen gebruikt in empirisch onderzoek en in de praktijk. Mensen gaan die definities dan zelf handen en voeten geven. Al dan niet impliciet. Het is dan ook geen verrassing dat er veel verschillende meetinstrumenten zijn voor ogenschijnlijk dezelfde constructen. En die meten allemaal net iets anders. En die diversiteit aan meetinstrumenten is aan zich niet slecht. Ze komen voort uit een verscheidenheid aan gedefinieerde, gehanteerde definities. En het is niet zo dat een definitie goed of slecht is, of goed of fout is. Volgens mij is wetenschappelijke vooruitgang zelfs beter af bij heterogeniteit dan bij uniformiteit. Het probleem is dat deze heterogeniteit vaak verborgen is, impliciet is. Om dat te illustreren grijp ik weer terug op dat voorbeeld van die valangst. In de loop van de tijd zijn er verschillende constructen allemaal onder die noemer geplaatst. Eerst werd valangst alleen gebruikt om de angst te beschrijven die mensen kunnen ontwikkelen nadat ze gevallen zijn, op wat oudere leeftijd. Daarna is de False Efficacy Scale ontwikkeld, waarin de valangst is geconceptualiseerd als een lage mate van eigen effectiviteit om vallen te vermijden tijdens essentiële ongevaarlijke activiteiten in het dagelijks leven. Een hele mond vol. Eigen effectiviteit is dus eigenlijk toegevoegd aan het construct van valangst. En dat is daarna ook gebeurd met zorgen om te vallen, vertrouwen om het evenwicht niet te verliezen en zorgen over de consequenties van vallen. Al deze aspecten vinden dus ook een weerslag in die verschillende meetinstrumenten die er zijn. Dus het is niet zo dat die meetinstrumenten goed of fout zijn. Want ze meten gewoon verschillende aspecten van en gerelateerd aan valangst. En die kunnen dus meer of minder belangrijk zijn afhankelijk van de context waarin je zit. Dus een belangrijke eerste stap voorwaarts, die heel vanzelfsprekend lijkt, maar in de praktijk niet is, is om expliciet te maken wat impliciet is. En dat begint volgens mij met uitgedreide definities van de constructen die we van belang achten. En door deze definities expliciet te maken, komt het ook aan het licht als we verschillend denken over wat ogenschijnlijk hetzelfde construct is. En dat kan een aanleiding zijn om hierover te discussiëren. Niet per se om tot consensus te komen, of dat kan eventueel om tot consensus te komen, maar niet noodzakelijk. Verschillende definities kunnen prima naast elkaar bestaan en zelfs een aanleiding zijn voor verder onderzoek. Zolang het bestaan van die verschillende definities maar duidelijk is, is het ook logisch dan dat er verschillende meetinstrumenten zijn. Nou, decentralized constructors, taxonomies, kortweg DCT's, zijn een manier om deze eerste stap te zetten. En DCT's die beginnen eigenlijk met een specificatie van een uitgebreide en nauwkeurige conceptuele definitie van een construct. En het tweede stap is vervolgens om die definities te gaan vertalen naar instructies voor gebruik van het construct in de praktijk. Met andere woorden, van construct naar operationalisatie. Dat kan dus gaan over hoe je het construct meet, maar ook over hoe je het construct kunt herkennen als je met de doelgroep aan de slag gaat. Het is eigenlijk de link tussen theorie en praktijk waar volgens mij beide van kunnen profiteren. En dat klinkt allemaal heel logisch en vanzelfsprekend, maar ik kan uit eigen ervaring vertellen dat dat nog niet zo makkelijk is. Samen met een aantal collega's hebben we die DCT's proberen te specificeren van de constructen binnen de Reason Action Approach, of de Theory of Planned Behavior. En dat is een theoretisch kader dat zonder overdrijving al in duizenden studies is toegepast. Daar waren heel wat discussiesessies voor nodig, en ook het invullen van witte vlekken, om eigenlijk tot een resultaat te komen voor zo'n veelgebruikte theorie.
En ik zeg hier bewust resultaat en niet eindresultaat, want ik daag u bij deze uit om zelf tot een betere versie te komen. Volgens mij kunnen we op die manier echt met z'n allen een stap vooruit zetten. En maak u zich geen zorgen, de technologie hierachter maakt het mogelijk dat iedere versie zijn eigen unieke ID-nummer krijgt. U kunt dus altijd naar uw eigen versie verwijzen. Ook in wetenschappelijke manuscripten, waarbij de lengte vaak heel erg beperkt is. En ik zie die DCT's dan ook als een manier om een balans te vinden die recht doet aan enerzijds de heterogeniteit binnen de wetenschap en anderzijds expliciet te zijn over waar we het nou over hebben. En dit grijp ik terug op het tweede deel van deze lezing over systeemdenken. Dit komt namelijk volgens mij ook ten goede aan de kwaliteit van de beschikbare evidentie en expertise die in die door te rekenen scenario's kan worden meegenomen. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van het bespreking van het derde perspectief. Nou, als ik deze reden nou in één zin zou moeten samenvatten, dan is dat het nog genoeg te doen is binnen ons veld. Conform het verzoek en de uitnodiging heb ik het met name gehad over uitdagingen en ontwikkelingen die er zijn. En op het gebied van vraagsturing en evidence-based werken zijn er de afgelopen jaren volgens mij hele flinke stappen gezet. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog genoeg uitdagingen. Dus zowel in de breedte als in de diepte van ons vakgebied. En die uitdagingen zijn enorm. Maar ik denk, slash hoop, dat die geschetste ontwikkelingen ook hoopvol stemmen. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat we constant vooruit gaan. En dat zal zeker niet allemaal morgen geregeld zijn. Voortgang is wat mij betreft ook meer gebaat bij evolutie dan bij revolutie. Tegen de tijd dat er een terugblik komt op 100 jaar GVO en gezondheidsbevordering, hoop ik dat veel van wat ik nu gezegd heb dagelijkse praktijk is geworden. Of met hele goede reden verworpen is. Tot zover de eerste lezing.